Meneer Rinus van der Wiel, hoe oud was u toen de oorlog uitbrak? Toen de oorlog uitbrak was ik, even nadenken, 8 jaar. Waar woonde u toen? Ik woonde toen midden op de Lint naast de Telde Zwaan. En op 10 mei 1940 breekt de oorlog uit. En wat merkte u als allereerste dat de oorlog begonnen was? Waar hoorde of zag u dat aan? Wij kregen bericht van onze buurman. Dat was de directeur van de lederfabriek, van de RA. En die had de telefoon van overal vandaan waar de Duitsers, hoe ver dat ze waren enzovoort. En wij kregen dat bericht weer van hem. En wisten we wanneer dat de oorlog eigenlijk al bezig was. En toen die vliegtuigen, dat vergeet ik nooit meer. Want die hoor ik nog draaien. Hè, want dat was voor het eerst dat we eigenlijk vliegtuigen zagen. En zoveel tegelijk. Ja, dat was eigenlijk het begin van de oorlog. Hoe laat was het toen, op 10 mei? 10 mei was ik dus 8 jaar. Ja, nee, maar hoe laat was het op de dag dat, op het moment dat u die vliegtuigen hoorde? Nou, dat was 's morgens toch al. Maar dat zou ik niet meer weten. Niet, had u enig idee waar die vliegtuigen heen gingen? Die gingen richting Rotterdam. Zover als het van de Raad dat weer vertelde. U was pas 8, hè? Hoe reageerden de volwassenen op al dat gedoe in de lucht en die radioberichten? Oh, dat was een en al angst. Dat kon je dus van de mensen kunnen zien. Mijn vader die was, en mijn moeder waren zenuwachtig. En iedereen was er eigenlijk zenuwachtig dan. Hè? Ja, dat was echt spannend en we wisten dat het een ellende zou worden. Dat was in de toekomst. Dat kon je merken aan alles. Want we mochten van toen af aan mochten we al niet meer praten. Want er waren soms mensen die dan aan de Duitse kant waren. Want, bij de Zwarte Front en zo. Had u al vermoedens over bepaalde mensen? Dat die met de Duitsers zouden gaan heulen? Jazeker. Ja, dat was al weten, dat wisten ze allemaal bij ons al. Mijn vader was altijd in contact met het zakelijke gebeuren. Dus kenden elkaar en wisten ook wie dat ze hem voorop moesten passen. Hè. Ja, ja. Nou, de oorlog begint en de tijd gaat verder. In hoeverre veranderde het leven? Behalve dan dat je voorzichtig moest zijn met wat u zei. Nou ja, met het zakenleven was het dus wel moeilijk, maar mijn vader heeft wel doorgedraaid en heeft hij dus toch zijn winkeltje kunnen behouden, maar dat was dus echt verschrikkelijk. We moesten allemaal ruilen en doen en ja, bij de boer spullen halen voor te eten en mijn moeder die heeft bij de boer zijn er enkel verbrijzeld. Oh, hoe kwam dat? En die knikte gewoon om toen ze van de fiets afstapte. En die lag ziek dus thuis met een gebruisterd enkel. En toen werd mijn vader opgehaald. Die heeft vastgezeten in Eindhoven. Waarom hebben ze hem opgehaald? Omdat hij dus s'nachts tegen die Duitsers had gezegd dat wij geen fietsen verhuren aan mensen die 's nachts zijn, want er zijn alleen die boeven op de weg. En toen draaide hij om en toen ging hij weg. Hij dacht, nou zullen ze wel schieten, maar dat deden ze niet. En toen hebben ze hem 's morgens op komen halen, want mijn vader kon niet weg, want mijn moeder lag daar ziek. En de hoofd van de politie kwam vertellen dat ze hem dadelijk op komen halen. Wat doe je? Ik zeg, ja, zegt hij, ik kan niet weg, dus ik blijf wel hier. Dat was de Nederlandse politie die hem kwam waarschuwen. Ja, dat was Verstappen. Verstappen. Hoe lang hebben ze hem vastgehouden, uw vader? Die heeft toen een dag of 2, 3 vastgehouden. En toen was er een van de captains van de Duitsers. En die had een radio bij ons in de reparatie. En die moest gemaakt worden. En toen vertelden ze dan van dat mijn vader dus vast had. Nou, en dat waren bij de NSB'ers. En
Toen heeft hij ze gezorgd dat hij achter elkaar terug moest komen, want die moest er al niet gerepareerd worden. Ja, dat was een mooie grap. Hadden jullie ook persoonlijke ongemakken, behalve dan wat u daarnet al verteld hebt? Andere ongemakken? Nou ja, in zoverre. In de ondergrond hadden we altijd vergadering bij ons, hè, in de winkel. Wij hadden een zend- en ontvangapparaat in de etalage staan. In een kist opgebouwd. In de etalage? In de etalage. Hoef je niet maar schuin te houden en aan te tikken. En dan konden ze praten met Engeland. Waarom in de etalage? Nou, dat was het minst opvallend. Want daar stond een strijkijzer die vast zat. Dat was reclame dus. En die stond er vast op die kist. En zodoende. Ja, dat was... Had hij zelf eruit uitgevonden. Dus jullie hadden contact met Engeland? Met Engeland, via, ja, jullie etalage? Ja, en we vergaderden in de winkel, net of dat er dus klanten in de winkel stonden, en zo werd er dus vergaderd. Ja. Maar, en hebben ze dat ooit ontdekt, de Duitsers? Nou, nee, in feite niet, maar wel... Dat mijn vader dus bij de ondergrondse was, dat wisten ze voor het wel. Dat wisten ze? Ja, het was al wel bekend, ja. Ja, maar ze hebben hem niet gearresteerd? Nee, nee. Maar hoe kan dat? Als zij weten dat hij bij de ondergrondse is... Maar ze konden verder nog niks niet... Want hij werkte ook voor de Duitsers, voor die radio's en dergelijke. Dus dat was allemaal... Hij kon dat versieren, ja. Ja. Dus die vergaderingen die speelden zich af in de winkel bij de toonbank, ja, gewoon. Ja. Ja, die konden dan niet zo lang duren. Want natuurlijk, de burgemeester Verwiel, toen destijds, die was ook in contacten met ondergrondse enzovoort. Ja, ja. De Duitsers, hè? Wanneer had u voor het eerst contact met de Duitsers? Nou ja, dat is direct een paar dagen, ik denk één dag later. Toen lagen ze al in Hotel de Zwaan. Hè? Hoe reageerden die Duitsers op de Oostenrijkse bevolking? Nou, of dat we vuil waren. Nee. Het was gewoon... Ja, wij hadden maar te doen wat hun zeiden. Ze waren heer en meester. Hè? Ja. Maar waren ze onvriendelijk? Ja, helemaal heel, heel streng en onvriendelijk, ja. En opdrachtgevend, en het was een en al commandant, hè? Ja. U had het net over NSB'ers die met de Duitsers heulden, hè? Ja. Die zaten er verschillende in Oostenrijk. Daar zitten verschillende in Oostenrijk. En die waren bij jullie allemaal met naam en toenaam bekend. Jazeker. Ja. Hebben jullie ooit actie tegen die mensen ondernomen als verzet? Ja, ja, natuurlijk. Ja, wat, ja. Wat bijvoorbeeld? Maar dat weet ik dus eigenlijk niet, want het was weer onderlinge gebeuren, daar was ik nog te jong voor. Ja. Maar ik mocht dus al veel weten, want ze snapten niet dat ik het niet rondvertelde. Want ik vond, ik moest dus briefjes rondbrengen, hè, en men pakte ze dus niet, hè, dus ik kon die briefjes gewoon rondbrengen. Wat voor briefjes? Nou, voor wanneer dat er weer vergadering was, of hoe vet. Wat erop stond, wist ik ook niet. Maar die Duitsers moesten toch begrijpen dat zij zogenaamd onschuldige kinderen als koerier gebruikten, het verzet? Ja, maar dat is dus... Daar zijn ze niet achter gekomen. Zijn ze niet achter gekomen. Wat betreft de samenwerking met de Duitsers, hè, er waren ook de vriendinnen van de Duitsers. Ja, er waren er wel een paar bij. Ja. Ja. Hoe keek de bevolking daar tegenaan? Ja, dat waren slets, hè. Hmm. Ja, die waren dus heel slecht bekend, hè. De namen enzovoorts, want ze hebben ze direct na de oorlog hebben ze ook kou geschoren ook. Ja. Ja. Hebt u dat zien gebeuren? Ja. Waar gebeurde dat? Op de Lint. Op de Lint, ja. Waar ongeveer? En ook in de Kerkstraat. Ja, in de Kerkstraat is het ook gebeurd, ja. Waar op de Kerkstraat? Op de Lint? Op de Lint was dat bij ons, bij het raadhuis. Hè? Ja, ja, ja. En in de Kerkstraat hebben ze het ook gedaan? Ja, in de Kerkstraat was men bij de Fratershuis. Ja, daar
Er werden er ook een paar kaal geknipt, ja. Is er verder nog iets gebeurd met die meisjes, behalve dan dat ze kaal geschoren werden? Nou, dat weet ik zo niet. Die zijn opgehaald en verder is daar eigenlijk voor mij geen verhaal bij. Nee. Om nog even terug te komen op dat verzet, hè? U had het al over het radiocontact met Engeland. Ja. Wat voor opvallende dingen heeft het verzet verricht tijdens de oorlog? Wij hebben een 200 en ik dacht 240 piloten in Oosterwijk ondergedoken gehad in de bossen. 240? Ja. Ja, niet allemaal tegelijk veronderstellen. Nee, maar allemaal, bij elkaar hebben we dus een 240 man daar hebben in onder de grond gehad, ja. Onder de grond, in onder de bossen. Waar? Ja, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat het dus een boer, die moest aan de melk leveren. En die melkkannen, die mochten dus niet gemerkt zijn. Want alle melkkannen waren gemerkt. En die moesten dus ongemerkt daar neerzetten. Dan wisten ze niet waar ze vandaan kwamen. Ja, ja. Ja. Maar nou, één keer hebben ze er eigenlijk vergist. En had die boer zijn kan, een gemerkte kan er neergezet. En dat hebben ze ontdekt. En dan hebben ze hem op staande voet daar neergeschoten. Oh. Ja, maar de naam weet ik niet. Nee. En waar kwamen die piloten allemaal vandaan? Ja, die kwamen natuurlijk... Die zijn dus ergens neergedropt, hè. En die hebben ze opgevangen weer bij de ondergrondse, want Van de Klei, de hoofdman van de ondergrondse, die wist dat allemaal, die had overal contacten enzovoort. Dat was een zoon van de notaris van de Klei. En die regelde hier alles. Ik heb hem ook op foto, op de film ook. Dan kun je zien wie dat is enzovoort. Ja. Maar ik was er wel helemaal in, maar ik kon goed zwijgen, ik weet niet. En ik was er eentje die graag toch groot ging over, want toen mijn vader opgehaald werd, kwam ik op school en mijn pa is opgehaald. Ik ging de grootste op dat hij opgehaald was. Ja, dat was... Dat waren dus de piloten. Zijn er nog meer dingen gedaan door het verzet? Nou, ze hebben alles dus op de plattegrond gekregen van waar dat die, die in de grond liggen, die bommen, noemen ze nou ook alweer? De VE's? Nee, die ontploften als je erop stond. Ja, tegenwoordig zeggen we bermbommen of ja. Booby traps. Landmijnen? Ja, ze hebben in ieder geval allemaal overal geplaatst, ja. die bommen. En dat hadden ze ook weer te pakken, die tekening, dat ze wisten waar dat was. En de ondergrondse was overal mee bezig eigenlijk, hè, want we hebben ook nog die twee gasten. Oh ja, dat is wel leuk en die zou je ook wel gesproken hebben al of nog gaan doen. Die waren twee jonge gasten van 17 jaar, studenten. En die hebben bijvoorbeeld de V1 omgedraaid, of de trein bij Boksel van de rail afgekregen. Ja, hoe is dat gegaan? Daar hebben ze dus met bouten die bijna niet los konden krijgen. Enfin, daar hebben ze op een gegeven moment hebben ze toch losgekregen, net op tijd nog. Hoezo, net op tijd? Nou, de trein, die kwam er al aan, dat moesten ze nog wegrennen. En dat werd dan door ons weer verteld. Hè. Hadden ze een speciale trein op het oog? Ja, dat was een munitietrein. Dat was een munitietrein, dacht ik. En weet u ook wanneer dat gebeurde? Want die andere munitietrein, is ontploft bij ons achter. Ja. Ja, dat weet ik niet meer. Nee. Maar dat weet die meneer... Ja, ik kan hem zo niet naam. We komen er nog wel achter. Maar die leeft nog en die is nu 86. En die woont ook in Oosterwijk weer. Ja, ja, ja. Maar u weet op dit moment niet zo gauw zijn naam. Nee. Maar we komen er nog wel achter. Maar er was eentje die heeft ook het vliegveld Eindhoven onklaar gemaakt. Zo. Met z'n tweeën, ja.
En die waren, dat waren twee jonge jongens van een jaar of zo. 17 jaar, ja. Toen die, en daarna zijn ze in de militaire dienst bij de Amerikanen bijgegaan. En zijn ze mee gaan vechten. De mannen hadden er zin in. Ja. Dus dat waren de piloten, dat was die trein. Ja. Nog meer? Ja, de trein die ontploft is bij ons. Ja, maar dat was ook gezet, niet van tevoren gewaarschuwd. Iedereen in de, op de spoorlaan moest verdwijnen. Want die trein werd toch ontploft. Om een reden dat ze dus, ze verrekten om die trein weg te zetten. Die deden ze expres daar laten staan. Dat was vol munitie. En die is expres daar staan, omdat ze dachten, Duitsers, dan zouden die wel niet aanvallen. Dan zouden ze wel niet aanvallen. Maar jullie werden gewaarschuwd door het verzet. Ja. Dus het verzet had wel degelijk kennis van het feit dat, ja, die, dat het eraan zou te komen. Ja, en toen hebben we dus gezegd dat ze allemaal weg moesten. Is er één blijven, en die is gelukkig nog in het leven gebleven. Maar die verrekte om naar huis te gaan. En zei, ja, dan hebben we pech, hè. Dan moet je maar kijken wat het wordt. Ja. Fijn, en... een uur later kwamen de vliegtuigen, want dat was allemaal bij ons in de winkel geregeld. Oeh, ja, u dat, was in de winkel toen die trein ontplofte? Nou nee, toen hebben we in de hoeken gaan staan. Waar kunnen staan? In de hoeken van de winkel. Ja, ja, uiteraard. Want maar, ja, we wisten niet wat er in elkaar zou zakken, totdat we eruit geremd zijn, want toen was alles open. De winkel was open, ik weet ook niet waar ze mensen allemaal gebleven zijn. Maar wij hebben in het trouwlandje achter de boom gezeten. En eentje van de bakkerij van Beckhoven, die goede man is overleden, die is net zo oud als ik, die was net brood rond wisten brengen. En die zat met zijn kar daar en die zat ook achter een boom. En die zat iedere keer onze lieve neer te bidden. Ja, heel hard wezen groetjes bidden enzovoort. Dat was Nol. Nol van Berkhoven, ja. Die is overleden, ja. Dat was spannend. En een herrie en een verschrikkelijke. We huilden en we doen. Dat was echt een ellende. Want ja, alles was open bij ons, hè. Onder. Allemaal weggeblazen door die. Allemaal weggeblazen, ja. Hoe lang heeft dat totaal geduurd? Nou, ik denk. Een half uurtje en alles bij elkaar, denk ik. Ja, maar heel lang genoeg, hè? Ja, dat was echt... En toen was het voorbij. En toen gingen jullie de schade opnemen. Wat zei je? Toen die aanval op die trein voorbij was, gingen jullie weer terug naar de winkel, achter jullie boom vandaan. En wat, ja, troffen jullie aan? Maar wij konden niet meer leven daar, hè. Het was allemaal open. Het was allemaal plat, hè. En toen zijn wij uitgenodigd bij de groentewinkel van Erve in de Kerkstraat. En dan mochten we zo lang wonen totdat het weer opgeknapt was. Maar mijn vader zat bij de ondergrondse. En Van Erve, die was niet helemaal 100%. Maar mijn vader, die zat wel boven in huis, zat hij weer te zijn en te praten enzovoort. Terwijl dat tweede verdieping zaten Duitsers, die had hij daar ingehuurd. En onder was de groentewinkel. Maar in ieder geval, gelukkig is dat niet door. Niemand ontdekt. Ja. Dus tegen het eind van de oorlog was, want dat was tegen het eind van de oorlog, hier in het zuiden althans, was uw vader nog steeds bezig met contact te hebben met, ja, ja, Engeland, veronderstel ik. Ja. Ja. Ja, want tot op een gegeven moment dat ze dus hier binnenkwamen, en die kerk en toren, de vier torentjes afschoten enzovoort, toen wisten ze al waar dat ze waren en hoe dat ging allemaal door. Want Van der Aa, die was de man met de telefoon en die had overal contacten over heel de wereld eigenlijk. Ja. En maar die moest ook een beetje Duits en een beetje Nederlands zijn, want hij zat wel met die fabriek ook weer. Hè? Ja. En die fabriek die draaide door. Hè? Want dan kon hij dus mensen van uit Duitsland houden
om dat daar te laten werken weer. Hè. En dat was allemaal één. En dat was de Van der Raa, en dat was de burgemeester, en dat was de bestuur. Dat waren de grote mannen. En die regelden het dat die jongens niet naar Duitsland moesten. Ja. En waren de Duitsers daar gevoelig voor? Ja, dat werd gewoon verder gewoon aangenomen weer, hè, zulke dingen. Want de dokter Schreuder was ook weer, en dokter De Seyn, dat was allemaal een pot nat. Hè. Want dat waren de grote heren van Oostenrijk. De notabelen van Oostenrijk. Ja, de notabelen. Hebben de Duitsers nooit vervelend tegen deze mensen gedaan? Tuurlijk wel. Ja, ja. S'nachts een burgemeester... was de mevrouw zei, ja, maar hij is niet gekleed, dat kan me niet verdomme, maar dan moest hij naar beneden komen, want ze moesten dan weer iemand ophalen. De burgemeester moest naar beneden komen, ja. Omdat ze iemand op moesten halen? Ja, dan moest ze de burgemeester spreken, dan weet ik het allemaal ja. Waar het weer over ging. Ja, ja. We hebben tot nu toe alleen maar over vervelende dingen gesproken. Waren er ook in die tijd van 40 tot 44 leuke dingen te beleven geweest? Ja, voor ons wel. Hè. Ja? Ja, want wij als qua jongens hebben nog een keer een motor weggehaald bij de Duitsers. Mijn man of vier konden met persoonlijk bewegen, allemaal weggehaald. Maar toen werd verteld dat er dus iemand zou vermoord worden als die motor niet terug was. En toen heb ik tegen mijn vader gezegd van, dat wij dat weggehaald hadden. Nou, toen moesten we toch van ons pa, moesten we die motor terug gaan brengen. Was dat makkelijk voor jullie? Nee, dat was moeilijk. Wat zeiden de Duitsers toen die kleine jongetjes met die motor terugkwamen? Ze zeiden niks. Ze moesten wel lachen. Moesten ze lachen? Ja, 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 dat vonden ze wel grappig. Ja. Ja. Die hebben we toen weg terug moeten brengen. Ja. Vonden we erg, want het was spannend. Spannend. Maar met die dinsdag, speciaal een dinsdag. De dolle dinsdag, zal ik. Ja. Ja, dat was 5, 6 september in 1944. Toen kregen we dus bericht, zouden we zogenaamd komen bevrijd worden. En alle Duitsers waren kant en klaar om te vertrekken. En die gingen vluchten. Maar... Hier de fabriek, sigarenfabriek, die tabak, die werd allemaal weggehaald op een part en kar van die grote zakken waren dat. En die namen ze mee met part en kar. En dat heb ik ook op de film. En toen was het zo dat ze hadden nog fietsen, die Duitsers, en hadden ze twee fietsen, maar... Onze kapelaan, en Segers, kapelaan Segers, die komt met een sportwagen binnen. Want we werden bevrijd. Dus die staat voor het raadhuis met een sportwagen, een blauwe. Die had hij al die tijd verborgen gehouden. En de Duitsers zetten die fietsen neer en die moest een auto hebben. Maar hij... Bukt hem werd, en weten we niet wat hij precies mee gedaan had, maar wij stonden vanuit de winkel, konden we daar zien, stonden we buiten te kijken en die Duitsers waren met die auto bezig. Tot op een gegeven moment dat ze kwaad werden en dat ze gingen, maar we hadden de bestuur, of de kapelaan gedaan, die had die twee fietsen meegenomen. Toen moesten ze te voet verder. Nou, en het mooie van de grap, liep hij achterom door de tuin van Hotel de Zwaan, kwam hij bij ons achterom binnen, kapelaan, hij zegt, dat kunnen ze nooit meer weg. Die was ook bij de ondergrondse, de kapelaan. Ja. Die heeft ook verschillende keren die piloten met weggebracht naar België. Hè. Dat werd iedere nacht gedaan. Hè. Iedere nacht werd een piloot van hier, van Oostenrijk uit, naar België gebracht. Met de bedoeling om ze via Frankrijk enzovoort... Nee, maar toen was België was al bevrijd. Oh, was al bevrijd, ja. 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 Het is allemaal wel door de war, maar in ieder geval, het komt allemaal nog wel op. Ja. Sorry. Nou, dat was dus een leuk ding. Dat, maar ja, het was niettemin toch iets waarvan je zei, nou, toch wel heel spannend, hè? Ja, dat was spannend, ja. Ja.
Ja. En het gewone dagelijkse leven. Hoe stond het daar bij? Ja, school was... we zaten in een huiskamer, zaten we op school. Huiskamer? Van ja, want de scholen waren bezet door de militairen. Dus de leerlingen werden verzameld in een huiskamer? Het rattenhuis noemden we het vroeger. En daar waren verschillende kamers. Op de lint, aan de rechterkant van het raadhuis, op de hoek van de lint. Van de Lindenpark. Ja. Daar op die hoek, daar was het rattenhuis vroeger. En daar hebben wij school gehad. Daar moesten wij in de klas. Ja. En jullie gingen gewoon iedere dag naar school? Ja, ja. Ja, dat moest, hè. Ja. Maar ja. Ja? Het is van der Linden. Weer een hele bekende. Gerrit van der Linden. Gerritje van der Linden. Die zat ook weer bij Van Ra boven. Bij ons naast. Dat was ook een van de leiders. Hè. Die zat ook bij de lederfabriek. Was hij dus een grote man. Die is getrouwd met een zus van Jan Merkelbach. En die heet ook nog een hele tijd. Riet is nou ook overleden. Maar er zijn voort weinig overgebleven van onze groep. Ja, ja. De voedselvoorziening, hoe ging het daarmee? Dat was allemaal goed geregeld. Want wij hadden dus, tenminste, zover als ik bij de ondergrondse heb ontdekt, we hadden bonnen, voldoende. Ook voor die piloten, daar werd allemaal voor gezorgd, daar werd allemaal doorgedraaid. We hadden goed te eten, ja. De bevrijding. Je had het net al over de vier torentjes die van de toren van de Peterskerk werden afgeschoten. Waarom deden ze dat? Daar zaten de Duitsers zaten daarin, hè. In die torens zaten ze te schieten, dus die moesten ze eerst te pakken hebben voordat ze eigenlijk, want ze namen geen enkel risico, die Engelsen. Die schoten een ander plat als ze er overuit gingen. Ja. En toen zijn ze dus binnengekomen, toen was bij ons op de lint was het nog het Duits en de Dorpstraat was al Engels. En toen zien wij Een stelletje Engelsen en één Duitser, ja, of twee Duitsers waren er. Ik kon het zien aan de helmen ook, en die gingen dus richting, zeg maar, richting Duitsland te voet. Die hadden ze gevangen genomen, die Engelsen. En nog geen 10 minuten later kwam al die Engelsen met die twee Duitsers. En die liepen weer die kant in, hadden ze me gevangen genomen. Toen was er nog een dronken officier op de fiets, zo zat ze knon. En die ging weer richting Dorpstraat. En ineens komt hij daar bij die. En die vluchtte de zijstraat in, burgemeester Van Wielstraat in. En daar is hij over de heg en die hebben ze niet meer gevonden. Dus die heeft zijn eigen kunnen redden. Ja. En die was zo dronken, dus ik kon nog wel goed springen. En dat konden jullie allemaal zien? Ja, dat werd of verteld. Hè. Maar het ergste, oh ja, dat moet ik zeker vertellen. Wij zaten in de kelder bij Hotel de Zwaan. Niet in de gedachte van de hele Hotel de Zwaan in elkaar gezakt kan worden met een oorlog. Maar daar zaten wij dus. En dan zat je ons paar mensen, zend- en ontvangtoestel. Kom een man en een vrouw en die vroegen of ze zo lang even ook in de kelder mochten, want ja, ze konden niet meer terug naar Moergestel, want dat was al bevrijd. He? Nou, natuurlijk. Het was nog niet bevrijd, of de ondergrondse wisten het al, en die kwamen mee bij ons de kelder in en die twee pakken.
was het een van de hoofdmannen van de NSB uit Rotterdam. En die hebben ze toen meegenomen. Waren we niet bevrijd, waren wij allemaal doodgeschoten. Dus daar hebben we weer geluk gehad. Ja, ja. Dat was echt. En mijn vader ging toen, net bevrijd was, ging hij dus naar zijn ouders toe in de Hoogstraat woonde die, want die had een kruidenierszaak vroeger. En toen is hij daar binnen gegaan en er was niemand meer in. En hij riep en hij doet, op een gegeven moment bleken ze alle twee in de klerenkast te zitten. Van de schrik. Ja. En daar heeft toen in de Kerkstraat lag Biemans, de oude Biemans, lag dood. Die hadden ze neergeschoten. En enfin, ja, verschillende, die mijn vader toen vertelde, maar dat ik nou niet meer weet, verschillende mensen gezien die... Biemans, die is gedood waar nu Mevio zit. Klopt dat? Ja, klopt. Ja. Ja, er is veel gebeurd in die paar dagen toch, hè? Ja. Dat was het toen, met de bevrijding was je neergeschoten, ja. 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 En er was ook nog eentje van de dierenarts in de Dorpstraat. Dat was het, een manneke die keek boven uit het raam en die schoot ze ook neer. En dat was net zo oud als ik. Ook een jaar of 7 of 8. Nee, ja, iets ouder, 12 of 13 denk ik wel. Maar in ieder geval, die keek uit het raam. En de Duitsers hebben hem nog doodgeschoten. Ja. De oorlog is voorbij. Duitsers zijn weg. De Schotten die, zijn in Oosterwijk. En toen? Nou, toen hebben we dus groot feest gehad. En de Schotten, die dus de bevrijding hadden, want die hadden wij in de winkel allemaal, de Schotten, want die sliepen daar. En we hadden een voorraad voor de militairen, die was bij ons in de winkel. Dus ik had chocolade, sigaretten, ja, dat was... Ja, en de tanks stonden daar midden op de lint enzovoort. Was Ria de Jong, heb ik ook op een film, op de tank. Die is nou pas overleden, is nou 92 geworden. En wij hadden dus, daarna hadden we dus een optocht met carnaval enzovoorts. En het is allemaal een groot feest geweest. We hebben muziek op de lint. En we hadden dansen, het was echt een fantastisch, en dat was net onze leeftijd, hè? Want toen was ik, eens even kijken, 13 of 14 jaar. Ja. En hadden we alle vriendinnen en zo, en ja, dat was echt gezellig. Ja. Waar speelde zich dit allemaal af? Allemaal op de lint, hè? Allemaal op de lint, allemaal waar nou die restaurants, Hotel de Zwaan, maar dan nog ietsjes verder. Dus echt voor het raadhuis was het eigenlijk allemaal, ja. Want daar tegenover was ook nog een benzinestation. Ja. Ja. Deed u er nog wel eens aan als u daar langskomt? Ja, natuurlijk. Aan wat er vroeger allemaal gebeurd is op die plekken. Ja, dat komt iedere dag nog terug eigenlijk. Dat is, dat vergeten nooit meer. En het enige, och, zus, en och, dat komt altijd nog naar boven, ja. En ook, zou die nog leven? Zou die, hè, de... Het aantal mensen waarmee je over dit soort dingen kunt praten, wordt steeds minder natuurlijk. Hè? Ja, inderdaad. Want mijn broer en ik zijn nog bij die man geweest die toen 17 was. En toen moesten we nog een keer terugkomen, want dat vond hij hartstikke leuk. Dus ze hebben we nog een keer... En nou hebben we ook met die film die ze nou aan het opnemen zijn... Zijn we met ook op de vergadering geweest? Ja. Dankjewel.